Julian Bijsterbos, vandaag bij de ATB-vereniging in Oldebroek. Ja, Julian, een tijdje terug stonden we hier ook. Toen stonden we nog buiten. Nu staan we gezellig binnen. Zonnige dag in Oldebroek. En afgelopen week heel goed nieuws voor jou, of niet? Ja, inderdaad. De vorige keer dat we hier stonden was het nog een beetje in spanning afwachten. Zaten we nog met de selectieprocedure om uiteindelijk bij de selectie te komen. Nou heb ik een week geleden geweldig nieuws ontvangen dat ik vanaf september volgend jaar bij het Nederlands team zit, bij de jeugdselectie. Dus ja, echt een fantastische week nu. Ja, fantastisch nieuws. Ook voor onze inwoners Oldebroek. Wij volgen natuurlijk jou al jaren. En dan jou als junior man. Dat zijn de 17 en 18-jarigen in de BMX sport. Ja, de talentcoach Rob van Wildenburg. Dat is een specialist op dat gebied. Maar wie begeleidt jou nog meer in dit traject? Nou, op dit moment ben ik vanaf mijn 12e zit ik bij het RTC BMX Noordoost. En daar ben ik onder begeleiding van Frank Heijnen zeker hele grote stappen gaan maken. En die begeleidt me nu nog steeds. Dus ik heb deze maand heb ik nog een wedstrijd waar hij mij ook zeker gaat begeleiden. En mij af gaat leveren uiteindelijk bij het Nederlands team, zo goed mogelijk. Team NL? Ja. Het is eigenlijk... Dit jaar gaat het team richting de Olympische Spelen, maar jij bent nog jong. De junior mens komen daar nog niet voor in aanmerking. Maar kijken we verder op, dan kan dat ooit. Maar even naar de werkelijkheid. September ga jij beginnen daarop en je gaat dan naar Papendal? Ja, dan kom ik te wonen op Papendal. Dus dan zit ik van maandag tot vrijdag woon ik op een kamertje. Dan ga ik naar school, waarschijnlijk in Nijmegen, hoe het er nu naar uitziet. En dan dus heel veel trainen, heel veel met school bezig, goed eten, goed slapen. En zo in het weekend thuis of dat je een wedstrijd zou hebben. En dan telkens overnieuw. Dus ja, mooi. Lijkt mij echt fantastisch. Hard werken. Prachtige combinatie. Sport en studie. Ja, wat voor studie ga je waarschijnlijk doen als je er één keer bent? Ja, hoe het er nu voor uitziet, wordt het waarschijnlijk Young Talent Academy. Die link tussen Papendal en die opleiding is perfect. Er wordt waarschijnlijk marketing en communicatie. Daarna kun je weer... Ja, dat is een hele grote begin voor hbo-opleidingen. Dus het lijkt me wel een geschikte studie voor mij. Ja, uiteraard. Dan kom je in de omgeving, want je komt mannen als Jamie Brink, Casper Piepers, Tim Goossens. Dat zijn allemaal leeftijdsgenoten waar jij mee gaat optrekken. Ja, ik heb vanaf dat ik een jaar of 10 ben, ben ik altijd al gewaagd geweest aan de jongens Jamie en Casper. Ze komen allebei uit het zuiden, dus daar heb ik nooit mee getraind en dan kom je ze altijd tegen bij de wedstrijden. En nu is het helemaal spannend hoe, wie ervoor staat, zeg maar. Omdat je ze nu al zeker anderhalf jaar niet echt in topvorm hebt gezien. En dan nu aankomende maand hebben we een wedstrijd samen en dan zeker met nog heel veel toppers erbij. Kijken wie er het beste voor staat en wie er het beste uitkomt. Ja, Julian, als het goede nieuws bij jou binnenkomt, maak je dan ook even een vreugdesprong op dat moment? Denk je dan, yes! Ja, echt wel, zeker. Ja, het is natuurlijk wel top na de hele mooie prestatie die jij hebt gedaan. En dat jij in het talententeam tevoorschijn gaat komen als junior man. Even vooruitkijken, deze week, de actualiteit. Want jij gaat reizen, jij gaat naar Verona. Ja, zeker. Ik ga donderdag op reis naar Verona met de auto. Van tevoren moeten we wel een testje doen, een serieuze test voor corona. Daarna moeten we dan, hoop ik, de negatieve uitslag meenemen, die laten zien bij de grens. En ook bij de wedstrijd zelf. En dan heb ik de eerste week heb ik een trainingskamp daar. Dat ik echt alle fijne deeltjes van de baan helemaal in mijn kop ken, zodat ik gewoon echt goed verschijn bij de wedstrijd. Dan heb ik het weekend daarop, direct als eerste junior man wedstrijd een Europese ronde. Dus, en het weekend daarop heb ik voor het eerst een wereldbeker, waar je echt tegen de grote mannen moet strijden. Dus de jongens die zich nu aan het kwalificeren zijn voor de Olympische Spelen, daar mag ik dan tegen rijden. Dus dat zijn de jongens onder 23 waar ik dan nu tegen moet. En die zijn ook nog een stuk groter als ik, maar dat is zeker een hele mooie leerervaring wat er dan me te wachten staat. Nou, dat is natuurlijk super gaaf en zeker dat jij in het Nederlands team terecht bent gekomen. Dat is een mooie opsteker. Dat geeft je extra motivatie. Ja, zeker. Ja, ik vind het fantastisch dat ik daar nu wel een beetje mee rondrij. Alleen het geeft me niet extra druk. Ik denk wel dat bij velen dat wel zo zou zijn dat ze wat druk zouden voelen van oh, ga ik om bij het Nederlands team of zo. Maar daar heb ik niet echt last van. Dus dat scheelt wel. Nee, je hebt al een hele mooie prestatielijst die je meeneemt vanuit de jaren hiervoor. Dus ik zou zeggen, schud het van je schouders af.
Ga ervan genieten. Ja, en breng zeker de prijzen mee richting inderdaad. De Veluwe als het kan. Ja, dat zal mooi zijn. Vanuit Italië hierheen brengen. Ja. Ik ga mijn best doen en ervan genieten en ervaring op doen. Vooral veel lol hebben. Oké, Julian. Wij blijven jou volgen. Wij vinden het top om mee te maken dat jij in het talententeam bij de KNVB terecht bent gekomen als junior man. En we hopen in de toekomst nog heel veel mooie sportieve berichten van jou te horen. Zeker, ik ga mijn best doen.